welkom terug op mijn kanaal en voor als je nieuw bent, welkom bij de Beauty by Kish Squad. Zorg vooral dat je abonneert op mijn kanaal, zodat je geen leuke video's mist en dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, jongens, vandaag heb ik weer een hele leuke unboxing video voor jullie. Ik heb namelijk een pakketje mogen ontvangen van MVMT. En MVMT is een afkorting voor Movement en het is een best wel populaire Instagram webshop. MVMT is een online webshop die zich specialiseert in accessoires, dus dan moet je denken aan zonnebrillen, horloges, armbandjes, et cetera. En ze hebben mij dus een e-mailtje gestuurd waar ik super blij mee was. Ik kende dit bedrijf nog niet voordat ik een mailtje had gekregen van ze. Maar ze hebben dus over de 1 miljoen volgers op Instagram. Dus ik voelde me super gevleid toen ik een berichtje van hen kreeg om met hen samen te werken. Dus bij deze MVMT super bedankt. Dus als jij benieuwd bent wat voor items ik heb uitgekozen van deze webshop. En ben jij überhaupt benieuwd naar deze webshop? Blijf dan zeker kijken. Ik ga eerst even wat vertellen over de levertijd. Want de levertijd was super snel. De tijd tussen de mail die ik heb gekregen over dat mijn order is uitgeshipped. En het moment dat ik in huis heb gekregen was 3 dagen. Dus dat is best wel snel. Er staat ook 3 tot 5 dagen. Dus ik had eigenlijk rekening gehouden met 5 dagen. Maar binnen 3 dagen was hij al binnen. Dus daar was ik super blij mee. Ik kreeg hem in dit pakketje van DHL. En daarin zaten dus 1 en 2 pakketjes. En ik weet al wat ik heb uitgekozen natuurlijk. Ik heb het zelf mogen uitkiezen. Ik heb een horloge uitgekozen en een zonnebril. Dus ik ga beginnen met de zonnebril. Oké, de verpakking van de items ziet er zo uit. Dit is dus de zonnebril die ik heb uitgekozen. Het zit gewoon in een kartonnen doos. Best wel van goede kwaliteit. Ziet er best duur en expensive uit. Als ik hem open, dan... Oh ja. Nou, dat is de zonnebril case, die zit erop. En dan zit er weer Movement, dus hun logo en hun naam staat erop. En in het deksel van het kartonnen doosje zitten 2 briefjes. Kijk hoor. Op de eerste staat, welcome to MVMT. In 2013 we made a promise to create high quality minimalist products at a revolutionary price. Due to the support of our awesome fans, MVMT has become more than just a brand. We would not be here without you. Dus dat staat er op het eerste papiertje. En op het tweede papiertje staat, share and get $15 off. Give your friends 15% off when they order. You'll get $15 in store credit. Dus dat is dit papiertje right here. Oké, dan gaan we dan over naar de zonnebril. Als ik hem open krijg ik dit. Dus dan zit hier eerst zo'n dingetje om je zonnebril mee schoon te maken. Zo'n doekje. Met weer hun logo en hun brandnaam. En dan is dit... Tam 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 tam. De zonnebril die ik heb uitgekozen. Dit is de zonnebril die ik heb uitgekozen. Hij is in het echt heel paars. Ik weet niet of je het goed kan zien door mijn ringlight. En aan de zijkant... staat dus weer MVMT. Dus hun brandnaam. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja, dus... hier kunnen jullie die zien. Ziet er heel high-end uit. Inderdaad, zoals hun al claimde. Het is een soort aviator model, maar toch weer niet, laat ik zo maar zeggen. Ik ga hem even voor jullie aanpassen. Ik ben helemaal in love met deze zonnebril. Hij voelt zelfs best wel high-end, als ik dat moet zeggen. Ik heb natuurlijk een paar zonnebrillen van de H&M, van de AliExpress, et cetera, et cetera. Maar dit voelt wel echt heel anders aan. Ik ga even kijken hoe duur deze zonnebril is op de website, zodat jullie een beetje een beeld hebben van de prijsklasse van MVMT. Oké, dus deze zonnebril heet de Poppy Satin Black Ultraviolet Mirror Sunglasses. En hij is $75 op de website. Oké, dan ga ik de zonnebril nu afzetten, want het is ook een beetje asociaal om met een zonnebril te praten tegen jullie. Dan ga ik nu over naar het horloge, waar ik heel erg benieuwd naar ben, want ik heb echt een hele mooie horloge uitgekozen. Zoals ik net al liet zien, kwam het horloge in deze verpakking. Weer het logo van MVMT en de naam. En dan schuif je het zo eruit. Even kijken. Nog een keer het logo en de naam. Wat ik ook heel mooi vind is zeg maar dit detail, want het zit natuurlijk ook in hun logo. Best wel goed uitbedacht. En als je hem opent, krijg je dus een beschermlaagje. En als je die eraf haalt... Ta-ta-ta-ta. Oh, dat was zo'n zakje ook als bescherming. Maar
Dit is dus het horloge. En je krijgt dus ook vier extra van die slotjes. Dus als deze te kort is of te klein voor jou, dan kan je deze dus erbij voegen. Deze zit aan het horloge vast. Ook weer een mooi detail met MVMT. En wat dus nog in het deksel zat van de horloge was dit. Ziet er echt zo classy uit. Volgens mij heb je dit ook met Louis Vuitton en zo. Maar als ik het dus eruit haal, heb je een paar blaadjes. Even kijken wat erop staat. Op de eerste staat monthly join the MVMT contest. Dus dan kan je een prijs winnen als je zeg maar deelt op Instagram. Dit is trouwens het horloge die ik heb uitgekozen. Super mooi. En op de tweede staat switch up your look en shop straps. Dus je kan ook nog extra straps kopen voor je horloges. En op het laatste papiertje staat welcome to the MVMT. En dan weer hetzelfde wat ook op het kaartje van de zonnebril stond. Ook haal ik er dit uit. Even kijken wat dit is. Er staat instruction. Oh, dit is een instructiepapiertje. Nou, even serieus. Dit. De instructies zat in dit supermooie pakketje. Een heel leuk detail. Ik vind echt hun verpakking vind ik echt amazing tot nu toe. Nou ja, of ik de instructies nodig heb, kijk ik zo wel. Als ik hem niet pas, moet ik hem natuurlijk wat langer maken. En dan is dit de instructie daarvoor. Oké, jongens. Dan ga ik hem eruit halen. Trouwens, hier staat ook weer MVMT met hun logo. Super mooi. Alles is echt bedekt met hun logo. Dan zit hier ook nog een beschermdingetje in. Alle items zijn super erg beschermd. En dat snap ik ook wel, want het zijn best... Ja, de items zijn zeg maar niet echt aan de goedkope kant. Dus ik begrijp wel dat ze het heel goed beschermen. Maar dit is het horloge. Super mooi. Ik zal even het papiertje eraf halen. Nog een beschermlaagje. Ik heb dit horloge gekozen omdat ik deze heel apart vond. Vooral de kleur. Het is zeg maar geen zilver, maar ook geen zwart. En dat vond ik gewoon heel apart. Vandaar dat ik deze heb gekozen. Hier staat weer bij het sluitingje MVMT ingegraveerd. En zelfs de straps hebben weer een beschermpapiertje. Die ik er nu af ga halen voor jullie. Oh, oké. Het papiertje kan er dus nog niet af voordat je hem open hebt gemaakt. Dus je maakt hem zeg maar open als de meeste horlogesluitingen. Je drukt hier op het knopje en dan draait hij open. Oké, ik heb dus het eerste plasticje van een strap afgehaald. Moet je het verschil zien. Dit is zonder het beschermlaagje. En dit is met het beschermlaagje. Dus hij glanst ook super erg. Heel mooi. En dan ga ik hem even omdoen. Kijken of ik hem pas. Ik hoop van wel. Nou, ik ben super happy. Hij past mij. Ik hoef dus geen slotjes eruit te halen of erbij te zetten. Dit is het horloge. Sorry als jullie irritant geblaf horen. Dat zijn de honden van mijn buren die al de hele ochtend lopen te blaffen. Ik heb even gekeken hoe duur het horloge is. En het horloge is $165. En dit horloge heet de Orion. Ik kan even de kleur niet zien, maar dat zal je wel zien als je op de website zelf zit. Als je er interesse in hebt. $165 voor een horloge is natuurlijk niet heel goedkoop. Maar ik heb natuurlijk een kortingscode voor jullie geregeld. Zoals jullie weten, I got you. Met de code CANDYX15 krijgen jullie $15 korting op jullie order. Dus als jullie willen bestellen, gebruik vooral mijn kortingscode. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze video. Wat vind ik van deze hele MVMT? Movement package. Ik vind hem super tof. De verpakking vond ik amazing. Het horloge vind ik super gaaf. De zonnebril ben ik ook heel erg over te spreken. Echt een super mooie zonnebril. Vooral de kleur vind ik heel apart. Daarom heb ik hem ook gekozen. En zeg maar die zwarte randen eromheen. Vind ik ook een heel mooi detail. Al met al ben ik heel erg tevreden met het pakketje van Movement. Dus Movement, nogmaals dankjewel voor het samenwerken. Vond je deze video nou leuk? Geef dan vooral wat duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En laat vooral weten wat jullie van de zonnebril en het horloge vonden. En laat me weten of jullie deze webshop al kenden. Want nu ik erover heb gehoord en een pakketje van ze heb ontvangen, zie ik ze echt overal in de sponsors en in de reclames, et cetera. Dus ja, dan zie ik jullie heel graag in mijn volgende video weer. Doeg! Je m'as la tête.